Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Indrukwekkend. Maandag moet ik een oefenwedstrijd doen. Meedoen tegen Eindhoven. En vanuit daar mocht ik in één keer bij het eerste. En heb ik meegetraind dinsdag en toen woensdag meegetraind. En toen heb ik gehoord dat ik ook nog bij de selectie zat. Mijn week kan niet meer kapot, zeg maar. En dan mag je nu ook nog invallen. Ja, hartstikke mooi. Helaas wel een minder resultaat, maar voor mij is dit wel een heel mooi moment. Op naar volgende week. En wat denk je dan als de trainer je naar buiten stuurt, eerst al om warm te lopen? Ja, ik keek eerst op de bank gewoon. Ik zag die andere drie boys warm lopen en ik dacht, misschien kan ik ook nog komen. Maar met 1-1, ja, het was nog wel spannend. Maar ik ben heel blij dat hij mij toch heeft geroepen en dat ik toch mocht gaan warm lopen. Dus ik ben heel erg dankbaar voor deze kans ook. En dan je debuut mogen maken? Ja, mooi moment. Heel lang voor gestreden. En hartstikke mooi natuurlijk voor al die fans. Dus heel erg blij mee. Ja, we zagen ook nog even kort, volgens mij toen je die shirt aan mocht doen, even een blik naar de tribune. Ja, er zijn een paar jongens uit mijn team nog helemaal naar de bos gekomen voor mij om te kijken. Mijn vader natuurlijk zat daar, dus hartstikke mooi. Ja, en dan nu, het is natuurlijk geen goed resultaat wat je meeneemt naar de Achterhoek. Nee. Je zei al, deze avond kan niet voor jou kapot volgens mij. Nee, in principe niet, maar het was nog mooier geweest als ze natuurlijk die drie punten hadden gehaald. Dus ik hoop dat we volgende week weer de drie punten binnen slepen thuis in het Vijverberg. En dan zou het hartstikke mooi zijn. Ja, dan nog even over jouw invalbeurt. Hoe kun je dat beschrijven? Want ja, ik denk dat er zoveel door je heen gaat. Ja, er ging wel heel erg veel door me heen. En ik wil natuurlijk hartstikke graag scoren en of assist geven. Maakt me allemaal niet uit, maar ik wil alleen maar winnen. En ik heb helaas niet heel veel balcontacten gehad. Maar heb er alles eraan gedaan om toch nog iets van een goaltje mee te nemen. Maar mag vandaag niet baten. Geniet ervan. Heel erg bedankt.